Stefan. Zei ik Stefan tegen jou nu? Volgens mij voor de tweede keer vandaag. Ja, sorry Ricardo, voor de tweede keer. Ja. Ik hoor regelmatig de vraag, waar komt die naam nu vandaan, van Inspirerende Hutspot? Dat is een leuk verhaal. 3 jaar geleden, toen ik bedrijfsvoering over een andere boeg ging gooien, ben ik door Nederland gaan reizen op zoek naar inspirerende mensen. En die vond ik, die heb ik geïnterviewd. Lange interviews, en daar haalde ik steeds korte stukjes uit. Die stampte ik door elkaar, de Hutspot, van Inspirerende Nederlanders. Daar komt de naam vandaan. Mensen vragen mij, wat is Inspirerende Hutspot? Aan de ene kant maken wij films die mensen helpen, die bedrijven helpen, die organisaties helpen om hun boodschap nog duidelijker te maken. We zijn een video/media specialist, zeker op internet, op social media. Weten we heel veel, kunnen we bedrijven echt helpen om de volgende stap te maken. En de andere kant, wij inspireren mensen. We willen mensen inspireren om meer uit hun eigen leven te halen. We willen mensen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Omdat ik geloof dat als jij verantwoordelijkheid neemt over jouw leven, je wereld mooier, beter gaat worden.